is Ballistic Brass. Gepresenteerd door Adrie Berends. En geen Matthias nog. Die is er volgende week, als het goed is, weer bij. Want hij zit op dit moment, als ik me niet vergis, in het vliegtuig, zo ongeveer. Of hij is in ieder geval onderweg naar huis vanuit zijn vakantie. Dus wie weet luistert hij ook al van stiekem mee met ons. Deze uitzending in ieder geval een overvolle uitzending. Ik wil, nou ja, overvol, hij is goed vol. Laten we het zo zeggen. We hebben 5 interviews voor de boeg. Ik had even snel gerekend. Dat zou betekenen ongeveer 10 minuutjes per interview. Nou, normaal gesproken zou dat moeten lukken. Maar ja, zoals je weet, dit is de WMC special. De after WMC special, om precies te zijn. Wij gaan spreken met de Flora Band natuurlijk, die op de Mars hebben gewonnen. We gaan spreken met Takostus Tiens, die de Marsparade voor het eerst in de geschiedenis hebben gewonnen. En ja, we zijn toch stiekem ook wel benieuwd hoe KNG heeft gereageerd op de punten. Het niet halen van 2 vaandels naar Leiden. Ook die zullen we gaan spreken. En natuurlijk kunnen we ook niet om de jury heen. Henk Smit hebben we bereid gevonden om ook ons te woord te staan. Ook daar hebben we natuurlijk een aantal vragen voor. En als laatste Harry Reumkes vanuit het WMC zelf. Ja, zoals je hoort, veel te doen dus deze uitzending. Dat betekent ook dat we wat mij betreft ook gauw gaan beginnen met de uitzending. En dat betekent dat we met muziek beginnen. Misschien wel alvast even goed om te zeggen, mochten er nou nog dingen zijn terwijl je zit te luisteren van je denkt, nou, nu je die toch aan de telefoon hebt, ik ben wel benieuwd naar dit of naar dat. Laat het vooral weten. Ik heb op dit moment het TweetDeck openstaan. Dus als je een tweetberichtje stuurt naar @ballisticbrass, dan komt het als het goed is op mijn scherm terecht en dan zou ik eventueel dat ook mee kunnen nemen, afhankelijk van de tijd natuurlijk. Nogmaals, we gaan gauw beginnen, want we hebben onze tijd hard nodig. On the Quarterdeck vanuit het Mountbatten Festival of Music van afgelopen jaar, natuurlijk uitgevoerd door de Royal Marines. Live-opname, zoals je hoort, van On the Quarterdeck, uitgevoerd door de Royal Marines uit Engeland natuurlijk. Ja, en inmiddels aan de telefoon heb ik, als het goed is, Arnold van der Oest. Goedenavond, Arnold. Goedenavond. Ja, voor de mensen die het nog niet zo goed weten, want misschien ben je al wel bekend in de landen, maar jij bent bandmanager van de Flora Band uit Rijnsburg.
Ja, al een jaar of 10 nou inmiddels. Ja, ik wou zeggen, want wij hebben elkaar natuurlijk ook al wel eens eerder gesproken. Ik meen 4 jaar geleden met de WM-cellfoon. Ja, klopt. In ieder geval dit keer met een mooi resultaat. Kan ik wel zeggen, denk ik. Wereldkampioen, of nou, WMC-kampioen. Laten we WMC-kampioen noemen. Op de Mars. Uitstekende prestatie. Onze band is zeer tevreden over dit resultaat. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik ben dan vooral benieuwd, hè, want jullie hebben niet op de laatste zondag opgetreden. Hoe is het ontvangen door het korps? Want ja, ben je dan bij elkaar of hoe gaat dat dan? Nou, uiteraard zijn we voor een heel mooi resultaat op zaterdag gegaan. En dat zo ontzettend hoog zou eindigen, dat hadden we zelf ook niet kunnen bedenken. En op zondag was er eigenlijk een spontane actie. En werd er in het clubgebouw van ons met de livestream bekeken op een groot beeldscherm. Ja. Ja, toen wij tot 2 keer toe de uitslag van onze concurrenten uit Leiden en Sassheim hoorden. Ja, toen ging het dak eraf. Ja, dat kan ik me inderdaad voorstellen. Was iedereen in het clubgebouw of waren er ook een aantal in het stadion? Nee, er waren een aantal in het stadion. Onder andere onze mentor Chris. Omdat wij op zaterdag zeg maar de dagprijs hadden gewonnen en hoog in de ranking stonden, of eigenlijk als eerste stonden, ja. Was Chris in het stadion aanwezig om eventueel een prijs in ontvangst te nemen. Ja, ja, nou, dat is eventueel, dat kunnen we nu weglaten. Precies, dat is helemaal goed gekomen, zeg maar. Hoe is daarop gereageerd binnen de club? Want ik kan me voorstellen dat het natuurlijk euforie is geweest, maar hoe gaat dat dan? Nou, dit was voor Chris heel raar. Die stond in een stadion eigenlijk in zijn eentje. Er zaten nog wel een aantal Florenbenders op de tribune, maar ja, hij moest zelfs zijn eigen feestje vieren. Ja. Heeft hij daarna ook gedaan hoor. Toen heeft hij die Florenbenders ook buiten het stadion ontmoet. Maar toen is hij in de auto gesprongen met het vaandel. Met een bloedgang naar Rijnsburg gereden. En daar is hij rennend met het vaandel de parkeerplaats op komen rennen. Ja, daar werd hij ontvangen door het grootste gedeelte van de band. Ja, en dan feesten tot vroeg in de ochtend, denk ik. Er zijn wel een paar consumpties genuttigd inderdaad. Ja, precies. Ja, dat kan ik me ook zo voorstellen. Hadden jullie min of meer ook dit in de verwachting zitten dat je eerste zou worden? Of bleef het tot het einde spannend? Nee, het bleef inderdaad tot het einde spannend. Onze doelstelling was wel om in de top 5 te eindigen. Ja. Ook gezien het resultaat van 4 jaar terug. Ja, stiekem, ja, je hoopt er wel op dat het uiteindelijk zo ver mocht komen. We zijn altijd een outsider en we redden het zo vaak net niet en nu dus wel. Ja, precies. Je noemt dat heel mooi. Hè? We zijn vaak de outsider. Ik wou eigenlijk ook nog weten, want is er ook een soort derby zeg maar bij jullie in de regio, om maar even zo te zeggen? Die is wel bekend, denk ik. Ja, wij doen er alles aan om boven onze Katwijkse vrienden te komen. Boven DVS. Ja. En zij doen er alles aan om boven ons te komen. Ja, deze editie zijn wij boven hun geëindigd. En overigens op een hele leuke manier, hoor. Want zij waren de eerste die ons feliciteerden. Ik kreeg van de bandmanager van DVS als eerste een telefoontje met de felicitaties en berichtjes over en weer. Dus dat gaat op een hele leuke manier tegenwoordig. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik ben dan natuurlijk ook wel benieuwd, wat nu? Want jullie zijn nu WMC-kampioen voor 4 jaar. Je mag je tenminste 4 jaar lang WMC-kampioen op de Mars noemen. En wat nu? Nou ja, de grootste prestatie zou zijn als we dat over 4 jaar weer kunnen evenaren. Ja. Daar gaan we aan werken. Maar goed, uiteindelijk gaat het erom dat we de vereniging aan zich een positieve boost geven. En dat we leden kunnen aantrekken. En dat we bijvoorbeeld onze jeugdband erg goed bezig is, dat we die mee kunnen trekken met die titel. Dat is de komende 4 jaar ons doel. Ja, en over 4 jaar het volgende WMC in 2021 zien we het allemaal weer. Ja. Nou, dat klinkt heel goed. Vanwege de tijd gaan we het afronden. Maar ik wil jullie natuurlijk heel veel succes wensen de komende 4 jaar. Laten we het dan maar zo zeggen. Dankjewel. We hopen nog veel van jullie te horen natuurlijk. Nou ja, daar gaan we ons best voor doen. En je zal ons zeker op de tattoos in Nederland wel tegenkomen. Nou, dat gaat vast goed komen. De eerstvolgende tattoo, waar kunnen we jullie tegenkomen?
We gaan eind van de maand gaan we naar Luzern. Hebben een, dat is dan weliswaar een beetje ver. Een taptoe op een podium. Ja. Daarna hebben we nog een taptoe in Breda. Niet de taptoe in Breda, nee, maar een taptoe in Breda. En dan ronden we eigenlijk het seizoen langzaam af. Nou. En dan, dan gaan we weer naar Koningsdag 2018. En dan zijn we in Huizen. Dat werd twee weken terug bekend. Dat we in Huizen zijn te bewonderen. Nou, hartstikke goed. Dat klinkt goed. Mochten jullie, mochten mensen thuis meer willen weten, floraband.nl is alles op terug te lezen, neem ik aan. Ja. Hartstikke goed. Veel succes nog. Wij gaan ondertussen luisteren naar de winnende mars. Ja, helaas niet uitgevoerd door jullie zelf, want die had ik niet bij de hand. Maar wel uitgevoerd door Brass Band de Waldzang. Thunderclouds. Ja, Thundercloud, dus hij gaat hier in de herhaling. Ik ga vanwege de aard van de uitzending eventjes door nu met het volgende interview. Want ja, die zit er ook eraan te komen. En als het goed is, heb ik inmiddels aan de telefoon Marcel Mesman. Goedenavond, Marcel. Goedenavond, Ovi. Ja, dan moet ik het even goed zeggen, want ik wou weer bijna bandmanager zeggen. Maar leiding senioren, zeg ik het zo goed? Ja hoor, dat is helemaal prima. Dat is helemaal prima. In ieder geval ja, samen met Marco, die ik al eerder heb gesproken in een van de uitzendingen hiervoor, doe jij nou ja, de senioren onder je. Ja, en natuurlijk hebben we allemaal gezien tijdens de laatste WMC-dag dat de uitslag kwam. Dat, ja, dat bij jullie toch iets anders aankwam dan bij een Floraband die we net spraken bijvoorbeeld. Ja, ja, dat is wel een redelijk understatement natuurlijk. Ja. Een uitslag die wij natuurlijk niet hadden zien aankomen. Wij dachten dat we op de goede weg waren. Na de marswedstrijden wel het gevoel van, hier hebben we dingen laten liggen. Ja. Of het dan genoeg is, dat is aan de jury dan in dat geval. En dat mocht dan helaas niet zo zijn. Ja, met de show inderdaad compleet verbaasd eigenlijk. Dat is denk ik het beste woord wat ik kan gebruiken. Ja,
En is die verbazing dan vooral op het gebied van dat jullie niet eerste zijn geworden of dat jullie zelfs vijfde zijn geworden? In eerste instantie denk ik dat de meesten van ons niet eens door hadden op welke plek we nou daadwerkelijk wel terechtgekomen waren. Ja. Maar inderdaad, ja, KNG gaat het veld op om eerste te worden. Alles wat je op internet las of mensen die je sprak was van nou, KNG, je hebt zo'n mooi product. Het moet gek lopen als het niet zo is. Nou, ja. De uitvoering die wij gedaan hebben, dat was voor ons gevoel zoals het moest zijn. Volgens wat we geleerd hadden en wat we moesten doen. Ja. Dus ja, waarom dan twijfelen aan het feit dan, dat je misschien wel weer eerste mag worden? Ja, precies. Ja, dan word je dat niet en dan is dat even slikken en weer doorgaan. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ik heb hier de recaps voor me op dit moment. En ja, als je dan kijkt, jullie scoren op musicaliteit natuurlijk gewoon zoals verwacht eigenlijk, nummer 1 positie. 97, 98 punten. Dus daar ligt het hem niet aan. Waar dan vervolgens het misgaat, tussen aanhalingstekens, is volgens mij visueel en het effect. Ja, klopt. En hebben jullie daar ook voor jezelf zeg maar naar gekeken? En nu achteraf, we zijn nu 2 maanden verder ongeveer. Dat je denkt van, ja, nou ja, laten we eerlijk zijn. Misschien hebben we het inderdaad op die en die onderdelen laten liggen. Nou, dat daadwerkelijke zeg maar, terugkijken op hebben wij nog niet gedaan. Direct na het WMC is iedereen gewoon lekker op vakantie gegaan voor 6 weken. Ja. En we zijn sinds vorige week woensdag zijn we weer wat gaan repeteren. Mm-hmm. Afgelopen zaterdag hadden we ons eerste optreden weer na de vakantie. En we zitten in de komende weken zitten wij samen met de instructie om te kijken inderdaad van hebben we wat laten liggen. Hetgene wat wij in ieder geval zelf heel erg sterk hebben is van we zijn trots op het product wat we gemaakt hebben, wat we hebben laten zien. Het publiek stond op de banken, dus wat dat betreft denk ik dat we ook gewoon een goede show neergelegd hebben. Dat is echt niet alleen muzikaal. Als je daarnaar kijkt, Marcel, hè, dat zeg je heel goed. Het publiek stond op de banken. Nou ja, goed, ik heb zelf met de livestream meegekeken, maar het was duidelijk te horen dat het publiek helemaal gek was bij jullie show. Is het dan ook zo dat, gezien het resultaat wat jullie gehaald hebben, dat je eigenlijk denkt van, misschien moeten we inderdaad dingen aanpassen in de toekomst. Misschien moeten we een ander soort show gaan lopen. Misschien moet KNG een andere weg inslaan. Sowieso, daar hebben we nog niet in detail over gesproken. Mijn verwachting is niet echt dat KNG opeens 100 graden gaat draaien en totaal iets anders gaat doen dan wat we altijd gedaan hebben. Nee. Het is wel natuurlijk de bedoeling om naar onszelf te kijken en voor onszelf te zeggen van nou, dit kan beter, dit kan anders. En wat dat betreft zullen we wel weer proberen om over vier jaar mochten we weer naar het WMC gaan en om daar met een nog betere versie van KNG te komen. Maar ja, want mochten we weer naar het WMC gaan, zal het altijd KNG zijn. Dat zeg je eigenlijk wel mooi, mochten we weer naar het WMC gaan. Welke emotie leeft er nu onder de leden? Want ik kan me voorstellen dat leden zeggen van ja, hoepel maar op met dat WMC. Ik ga nooit meer naar het WMC. Ja, ik zou liegen als u zegt dat die mensen er niet zijn. Natuurlijk zijn het ook uitspraken die je doet in het heetst van de strijd. Over 4 jaar, wie weet dan. We gaan nu op dit moment niet zeggen als vereniging van over 4 jaar zijn wij er niet. Nee. Ik denk ook dat dat heel onverstandig is en ook niet nodig. Want ja, eerst maar eens zien wat er over 4 jaar is, hoe de wereld er over 4 jaar uitziet, waar gaat het WMC naartoe. Er zijn een hoop variabelen en factoren die bepalen of wij over 4 jaar wel of niet mee zullen doen. Ja, maar het is niet zo van, nou joh, we hebben nu 1 keer niets gewonnen. We kappen er meteen mee. Dat is natuurlijk niet de insteek. Dat zou echt een slechte verliezer zijn. Ja, en als we het over de komende 4 jaar hebben, wat zijn jullie plannen de komende 4 jaar? Nou ja, eerst natuurlijk gewoon lekker optreden met de nieuwe show die we hebben. Organisaties zijn wat dat betreft positief over onze show, willen hem graag hebben.
Aanvragen voor volgend jaar, die komen op dit moment gewoon binnen. Dus wat dat betreft hopen we gewoon weer korte termijn volgend jaar weer leuke optredens in Nederland. De buitenlandse optredens lopen zelfs al over meerdere jaren vol. We zijn voor echt verre buitenlandse optredens eigenlijk al 2-3 jaar vooruit aan het plannen. Om die optredens maar een beetje te spreiden, omdat we niet elke keer... meerdere dagen op vakantie met KRG op pad kunnen. Nee, dat klinkt in ieder geval goed. Dus wat dat betreft toch een soort van positief uiteinde van een wat negatieve ervaring, om maar zo te zeggen. Ja, natuurlijk. Voor ons was het op dat moment even slikken. Ik wil niet zeggen dat de anderen natuurlijk het niet goed gedaan hebben. Zij hebben gewoon volgens de jury het beter gedaan. En felicitaties nog steeds naar hun, zoals we al vaker geuit hebben. En wij zullen kijken naar wat wij kunnen en wat we over 4 jaar gaan doen. Nou, ik hoop over 4 jaar dat er weer een mooie strijd mag losbarsten tussen de toppers, laten we het zo zeggen. En volgens mij horen jullie daarbij. Dat verdient het publiek dan ook alweer. Dus dat lijkt me een goed streven. Gaan we doen. Marcel, bedankt voor het interview. We gaan luisteren naar een van jullie nummers uit de show. Ik heb hem niet uit het cd'tje geknipt bij jullie zelf. Dus we gaan in dit geval luisteren naar een uitvoering van de Williams Ferry Band. Prachtig nummer blijft het natuurlijk. Nessun Dorma. In ieder geval in de show van KNG. En onder andere ook bijvoorbeeld in de show van Oranje IJsselmuiden. Waar die in voorkomt natuurlijk. Aan de telefoon inmiddels weer een nieuwe gast. En wel te verstaan Andries Rinnema
van Takostu Stins. Goedenavond, Andries. Goedenavond. Ja, want ook jullie hebben meegedaan met het WMC. En ik denk dat jullie misschien wel de grote verrassing van dit WMC waren. Nou, dat zou kunnen. Takostu is natuurlijk al een aantal jaren behoorlijk aan de weg aan het timmeren. Ja. En de afgelopen versie waren we in de Marsparade ook al derde. Maar het is inderdaad wel zo dat we een behoorlijke stap voorwaarts hebben gemaakt. Ja, laten we het zo zeggen. Jullie waren misschien wel de underdog van deze wedstrijd. Want ja, vaak is het de strijd tussen Advendo en Pasveer. En gaat vervolgens Takostu ermee vandoor. In dit geval is dat inderdaad zo. Ja, daar zijn we heel blij mee. Ja, want jullie hebben er vast heel hard voor gewerkt. Maar hadden jullie ook verwacht dat je met het vaandel naar huis zou gaan? Of had je zoiets van, nou, als we weer derde worden, dan zijn we ook tevreden? Nou, kijk, we hadden gehoopt dat we in de top 3 zouden belanden. En we hebben van tevoren wel heel duidelijk een plan opgesteld met het hele team. Waar we ook allemaal achter stonden. We hebben heel duidelijk ook een lijn uitgezet en ingezet om die Marsparade zo optimaal mogelijk te maken. Maar verwachten, kijk, als de Takostu past die ook bescheidenheid. En dat is ook wel een beetje het karakter van de club. Dat we zeggen van, laten we nou eerst die prestatie maar leveren. En dan kunnen we altijd nog zien. Ja, hè, dus verwachten, nee, zeker niet. Maar wel gehoopt natuurlijk. En iets fantastisch. Ja, en hoe heeft de club er vervolgens op gereageerd? Want op een gegeven moment weet je dat je de winnaar bent. Wat gebeurt er dan? Ja, kijk, het is voor een club en helemaal een club als Takostu die er echt een hele poos al en intensief naar gewerkt heeft, is de eerste keer dat je dit overkomt. Ja, en dan is het natuurlijk fantastisch voor een hele vereniging, hè? Want je viert dat natuurlijk met iedereen die club een warm hart toedraagt, de vrijwilligers en alles, en de leden zelf. Ja, en dat is fantastisch van de oud-leden die al een aantal jaren WMC hebben meegemaakt en dolgraag nog op hun laatste jaar toch dit nog eens een keer wilde meemaken, tot al die nieuwe leden, want het is een jonge groep die het nog nooit eerder hebben meegemaakt. Ja, dan overkomt je dit. Dat is helemaal te gek. Nou, dat is heel mooi dat je daarover begint, die jonge groep. Want hoe krijg je dat dan zo als zo'n team bij elkaar? Want daar ben ik dan wel benieuwd naar. Want het viel mij ook op dat het inderdaad behoorlijk jonge mensen waren allemaal. Ja, dat klopt. Ja, het heeft heel veel te maken met dat je toch heel veel aandacht aan je jeugdopleiding besteedt. En dat je daar elke keer probeert om dat zo goed en zo hoog mogelijk van niveau te krijgen. Dus een groot compliment ook aan al die mensen die daarmee bezig zijn. Ja. Ja, en dan is het een kwestie van een goede doorstroom naar je vereniging toe. En dat is wonderwel gelukt dit keer. Ja, ja, want gaan jullie nu vervolgens, want ja, je bent gewoon WMC-kampioen op de Marsparade. Dat mag je ook 4 jaar voeren, die titel. Gaan jullie ook nog wat met die Marsparade doen? Want ja, kijk, als je winnaar op de show wordt, taptoes loop je shows. Winnaar op de Mars, er zijn natuurlijk genoeg optredens waar je Mars loopt. Maar hoe gaat het met de Marsparade? Doe je daar nog wat mee? Ja, nou, vorige keer is de Marsparade, de nummers zijn eigenlijk verwerkt in de volgende show. Dat gaat nu ook weer gebeuren. Een aantal ideeën. Nu is het wel zo dat we hebben gezegd van, nou, er zitten een aantal hele duidelijke elementen zoals de Marsparade is opgebouwd, die we zo op straat kunnen gebruiken. Dus dat zal ook gewoon gebeuren. En daarnaast willen we gewoon in kleinere optredens en et cetera dat soort elementen gaan gebruiken. Ja. We zijn er nog niet uit of we dat in een volgende show gaan gebruiken. Daar moeten we nog een keuze over maken. Want we vinden ook dat ook een nieuwe show moet ook een nieuw product worden. En je moet ook weer aan vernieuwing werken. Dus wel uiteraard vieren van het product wat je hebt. En dat uiteraard nog koesteren een jaar. Maar daarnaast willen we ook weer verder werken. Dus daar zijn we nog niet helemaal over uit. Maar elementen van de Marsparade zullen we zeker blijven gebruiken. In zijn geheel, dat zal waarschijnlijk niet zo zijn. Want dat doe je echt alleen voor het WMC. Precies, dat is ook natuurlijk een parcours wat je loopt. Hoe ziet sowieso de komende 4 jaar voor jullie uit? Want over 4 jaar weer een WMC. Ik neem aan dat jullie daar dan weer gaan deelnemen. Maar wat in de tussentijd? Nou, in de tussentijd is het gewoon weer. We hebben gisteren net een repetitie gehad. Daar hebben we ook een technische commissievergadering gehad. En daar ging het weer over de jeugdopleiding. Alles wat daarmee te maken heeft, dat blijft natuurlijk het belangrijkste. Je basis waar je aan werkt. Daar willen we de focus met name op richten. Uiteraard gaat de showband het land in. Met zowel de Marsparade als die show, waar we ook fantastisch hebben gescoord. En die gaan we gewoon meenemen. En daarna gaan we gewoon kijken vanuit die jeugdopleiding weer, dat we met nieuwe ideeën, nieuwe, wij hopen verfrissende zaken aan de gang kunnen gaan. Nou, klinkt allemaal heel goed. Ik hoop dat we jullie nog veel tegen gaan komen op straat en op taptoevelden. Dat hopen wij ook. En geniet natuurlijk nog van het mooie vaandel. Geef hem een mooi plekje in het clubgebouw, zou ik zeggen. Gaan we zeker doen.
Oké, en ondertussen gaan wij nog even een stukje luisteren van de Maastrichtse Verkennersband. Want ik heb gewoon geen cd's van Pasveer bij de hand. Of van jullie als Takostu zijn, helaas. Nee. Dus wellicht als je ooit nog een cd maakt, we houden ons aanbevolen. Maar ja, nu dus een stukje uit Limburg, het WMC, nou ja, Maastricht. Het zit allemaal een beetje in de buurt. Maastrichtse Verkennersband met Riviera. Maastrichtse Verkennersband met het nummer Riviera. Ja, en ondertussen aan de telefoon hebben we de volgende gast alweer hangen. Namelijk niet jurylid. Ja, je was ook jurylid, maar ook het hoofd van de jury, Henk Smit. Goedenavond, Henk. Goedenavond. Er zijn nogal wat commentaren, feedbacks geweest vanuit Den Lande op jullie als jury. Laat ik het maar even zo zeggen. Ja. Ik ben vooral naar heel veel dingen benieuwd natuurlijk. Maar laten we eerst eens even kijken van welke dingen hebben jullie als jury nou echt gewaardeerd op het WMC? Wat werd door jullie als jury opgemerkt als wauw, dit is gaaf, hier krijgen mensen punten voor? Oh, er zijn zoveel dingen geweest. Dat is moeilijk te zeggen. Bij de ene club was dat op de muziek, bij de andere club was dat op het visuele en bij de andere club was het op de effect. Want als we het daar dan over hebben, die drie delen, zeg maar. Kijk, muziek is volgens mij vrij duidelijk. Je speelt iets goed of je speelt iets niet goed en nou ja, klaar. Visueel, wat wordt daar eigenlijk onder verstaan? Ja, visueel, dat gaat natuurlijk om het, je doet het wat en hoe. En dat betekent dat je behalve natuurlijk de uitvoering bekijkt, hè, hoe men gewoon loopt. Ja. Dat je natuurlijk ook kijkt naar de creativiteit, de afwisseling. En of het visuele programma past bij wat je dan ook hoort. En de afwisseling en de figuraties, die dingen. Ja, precies. Het gaat eigenlijk bij visueel heel erg om. Dat is ook een beetje effect natuurlijk, maar of je het muzikale product visueel kunt uitbeelden. Ja, precies, want is het dan ook niet zo dat visueel iets ook een klein beetje subjectief is, zeg maar? Dat is toch een stuk mening van een jury. Ik zal u vertellen, jureren is voor 100% subjectief. Ja, het is precies. Altijd een mening van een jury. Ja, en in dit geval is het een WMC-jury, dus bij elk korps wordt hetzelfde gekeken. Ja.
Ja, ja, want het effect bijvoorbeeld, wat mogen we daaronder verstaan? Ja, het woord zegt het al. Hè. Ik bedoel, het gaat uiteindelijk, het is natuurlijk een hele lastige onderdeel in dat, maar daar gaat het over. Ja, wat doet het met je? Hoe communiceert dat met je publiek? Wat voor effect heeft het? Het kan natuurlijk verschillende effecten zijn, maar daar gaat het uiteindelijk over. Ja, wat communiceert met je publiek en dus ook met mij. Als je nou kijkt, hè, want ik had net toevallig een interview ook met Kunst en Genoegen bijvoorbeeld. En ja. Nou ja, als we naar de punten kijken van KNG, die scoren op deze twee onderdelen een stuk lager bijvoorbeeld, hè, dan de andere korpsen. In de top, laat ik het zo zeggen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe het publiek reageert op een korps als KNG, kijken jullie als jury daar ook naar? Want ja, je zegt... Nou, je neemt het wel mee in te zeggen. Maar kijk, dat is heel simpel. Dat heb ik afgelopen ook nog tegen een hele bekende Nederlander gezegd. Ja, als we op het publiek moeten afgaan, dat is ook heel goed, want het was natuurlijk een fantastische show. Ja. En daar gaat het ook niet over. Maar uiteindelijk vraagt de WFC om een deskundige jury, een vakjury, om een oordeel te geven. Ja, anders moet je er gewoon een publieksjury neerzetten. Ja, precies. En dan is natuurlijk de vraag of dat dan fair. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel zo. Ze doen het voor het publiek, hè? Ja. En er wordt wel veel gezegd, ja, uiteindelijk op je koekoek komt, doe je voor de jury. Maar je doet het natuurlijk wel voor je publiek. Ja, precies. Nou, en die show van KNG was gewoon een fantastische show. Een mooie publieksshow. Alleen jullie als jury keken daar professioneel gezien iets anders tegenaan. Ja, maar dan moet je dan... Kijk, uiteindelijk ga je zeggen wie is nummer 1, wie is nummer 2, wie is nummer 3, 4, 5... Ja. Maar dan toch is het nog wel een show die ver in de 90 scoort. Dus gewoon een fantastische show. Ja. En dat was het ook. Absoluut. Absoluut. Ja, ja, en niks te nadelen ook van al die andere korps trouwens die ook in de top uitkomen. Of eventueel in de middenmoot natuurlijk, want ook dat zijn mooie shows om naar te kijken. Ja. Ik ben dan eigenlijk wel benieuwd naar hoe jullie aankijken ook tegen de jurering algemeen. Hè? Want jullie hebben dit keer ervoor gekozen om reëel te jureren, ik noem het maar even zo. Wat ook betekende dat een aantal korpsen natuurlijk met behoorlijk lage punten wegging. Hoe is dat zo gekomen, zeg maar? Nou ja, reëel of realistisch heb ik genoemd. Maar ja, kijk, bij ieder concours jureren is het natuurlijk realistisch. Hè? Iedereen, waar je op zit, doe je gewoon je best. En binnen de gegevens van de organisatie, want het is overal verschillend. Ja. Probeer je gewoon naar eer en geweten je ding te doen. Ja. Hoewel het subjectief blijft. En dit is natuurlijk het enige concours, waar we daar ook wel in zijn, waar gewoon de echte top komt. Ja. Die op een ander concours gewoon niet ziet. Ja, en daar moet je wel een balans in maken. Het ging ons erom dat je wel heel duidelijk aangeeft van nou, we willen ook, kijk, als iets 95 gaat scoren, hoe moet je dat nou uitleggen? Dan is een club die misschien normaal 9 scoort, maar dan in die verhouding, moet die verhoudingen, daar gaat het om. En dit is natuurlijk, dat kun je ook niet vergelijken met een ander concours. Dat gaat gewoon niet. Nee, precies. Dat maakt op zich wel een stuk duidelijk. Voor mij in ieder geval persoonlijk wel. Want ik ben dan ook benieuwd, hè, als je dit nou doortrekt, want ja goed, laten we eerlijk zijn, dit had even wat voeten in aarde om dit neer te zetten. Maar Peter Vulpors bijvoorbeeld heeft ook duidelijk aangegeven van ja, wat mij betreft trekken we dit door. Nu zit jij ook deels bij het KNMO. Hoe gaat dat in de komende tijd? Dat kan ik ook uitleggen. Kijk, waar het over gaat is natuurlijk... kijk, wat je net al zei, en ik heb het ook in het blad van de KNMO gezet. Kijk, als mensen gewoon de noten goed spelen, als ze alle noten spelen die er staan, en ze spelen mooi en zuiver, en ze lopen er goed bij, dan heb je gewoon 80 punten. Dan heb je gewoon goud. Ja. Maar we moeten ook realist zijn dat er heel veel clubs de noten niet spelen. Nee. En onzuiver spelen, niet in balans. Maar het probleem in Nederland is dan, dat heb je in het buitenland ook minder. Want het is overal verschillend. Wij hebben natuurlijk een divisiesysteem met in de show dan basis midden topklasse. Ja, als je onder de 80 punten scoort in Nederland, dan degradeer je. En dat vind ik nogal een negatieve connotatie hebben. Dus ik snap ook heel goed dat je als je op een concours zit, bijvoorbeeld ODC en Assen, dat je niet zo snel onder die 80 punten gaat zitten. Want al die clubs doen natuurlijk stinkend hun best. Ja. En dan gaan ze met een domper beneden naar huis en dan moeten ze ook nog een afdeling lager gaan spelen. Maar ja, misschien is dat iets wat de komende 2 jaar even moet gebeuren. En dan zit iedereen in de goede klasse en dan hebben we het nergens meer over. Ja, ik denk dat er een goede discussie moet komen over... Kijk, mijn mening daarover is heel helder altijd. Van, ik vind dat een instructieteam zo'n kwaliteit moet hebben dat ze zelf kunnen inschatten in welke divisie hoor ik thuis. Ja. Nou, dus en ik vind, we leven in 2018, of 17, bijna 18... waarin we in mijn beleving niet meer moeten zeggen, jij bent niet goed genoeg, je moet maar altijd lager.
Ik vind dat is de keuze. Maar goed, zo is ons systeem nog niet ingericht. Dat klopt. Nee, precies. Maar, en de marktwedstrijd overigens wel. Oké, dus wellicht dat de show snel gaat volgen? Nou ja, dat is natuurlijk een heel ander ding, hè? Ja. Maar in de marge is het heel simpel. De club bepaalt zelf in welke klasse ze uitkomen. Ja, en als je dan in de... Dat is nog het vierde, tweede, eerste divisie. Als je denkt in de eerste divisie te moeten uitkomen... Ja, je kunt het niet. Ja, dan scoor je gewoon niet goed. Maar dan is er geen degradatie. Dan heb je gewoon een wat minder hoge score. Ja, precies. Ja. Nou, klinkt op zich wel helder. Als ik kijk naar de toekomst... Ik zei al, want u hebt volgens mij ook een functie binnen het KNMO. Dat klopt, hè? Nou, ik heb geen functie binnen de KMO. Zo is het niet, nee. Maar, ik wou zeggen, wellicht dat het handig is om dat door te zetten in het KMO... gezien het hele WMC en alles nou, erbij. Ik denk dat het belangrijk is dat we daar eerst met de sector... een goed gesprek over hebben. En niet over of je nou wel genoeg punten gehad hebt... want dat vind ik niet zo relevant. Gewoon zeggen, jongens, welke kant moet op? Ja. En waar gaat het heen? We staan er allemaal voor om die sector verder te brengen. We moeten ook realist zijn van de 2200 korven die de KMO heeft... Er zijn er ongeveer 160 marge showbands, daar hebben we het over. Ja. En ik sprak vandaag nog met een instructeur, die was toevallig bij ons in Utrecht. En ja, die zei ook, Henk, het is zo moeilijk om in die plaats gewoon jonge mensen te krijgen. Wat gaan we daar nou aan doen? Hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we die kwaliteit omhoog krijgen? Nou, dat krijg je verteld, dat is een uitdaging. Ja. Dat is lastig, zeker in onze digitale tijdperk. Als ik het zo hoor, over 4 jaar, wat jullie betreft, eenzelfde soort jury-systeem. Ja, het systeem is hetzelfde als het was, hoor. Alleen we hebben gebruik gemaakt van de ruimte die ons in het systeem geboden wordt. Ja. En de ruimte is van 60 tot 100 punten. Ja. En niet van 80 tot 85 punten. Nou, klinkt op zich logisch. Ja. Gezien de tijd, ik moet het gaan afronden, want ook dat Harry Reukers moeten wij nog gaan bellen. Okay. Als u nou nog één ding zou mogen zeggen tegen een Nederlands korpsmuziek in het Nederland, wat zou dat dan zijn? Ja, dat is heel lastig. Wat zou het dan zijn? Doe gewoon je best. Ga ervoor. Nou, lijkt me een mooie afsluiting. Ja. We gaan luisteren naar een mars. The Seven Seas. Oké.
Ja, de Seven Seas was dat, uitgevoerd door trompettenkorps De Bereden Wapens. En inmiddels aan de telefoon Harry Reumkes. Goedenavond, Harry. Hallo, goedenavond. Ja, we hebben elkaar voor het WMC net een week, of de dinsdag voor het WMC ook even gesproken. Toen was het eigenlijk net te kort. Nu hebben we weer niet zo heel veel tijd. Dus we gaan het zo snel mogelijk beginnen. Ik heb in ieder geval als belangrijkste vraag staan, die wil ik sowieso heel graag beantwoord hebben. Want ik ben heel benieuwd. Je hebt in de afgelopen persberichten, laat ik het zo zeggen, genoemd dat het komende WMC 2021 een aantal grote veranderingen zal gaan krijgen. Ik ben even benieuwd hoe die veranderingen eruit gaan zien en wat er dan echt anders gaat komen op het WMC. Nou, laten we zeggen, de veranderingen zullen niet zozeer op de wedstrijdformats of de reglementen of dat soort dingen betrekking hebben, maar vooral op de, laten we zeggen, de dagen waarop we het WMC organiseren. Dus we hebben kunnen vaststellen dat het naar het einde toe steeds drukker werd. Vooral het laatste weekend heel druk was. Ja. Maar dat de eerste weekends gewoon echt qua publiek tegenvielen. Ja. En dat betekent gewoon dat je een programma moet gaan presenteren, denk ik, dat en waar we nou van uitgaan. Maar dat is nog lang niet uitgekristalliseerd, dat compacter zal moeten. Toch wat aantrekkelijker per dag ook qua programma. Ja. En beter verdeeld. Er zijn verschillende dingen geopperd. Je komt zelf met wat ideeën. Er zijn ook van buitenaf een aantal ideeën. Ik denk dat het daar dus vooral over zal gaan. Misschien iets minder, maar dan ook maar iets minder wedstrijddagen. De suggestie om toch weer terug te kijken naar de mogelijkheid om een avondprogramma te doen. Ja. Dat soort dingen worden in elk geval meegenomen. Het gaat er in het kort gewoon om dat het aantrekkelijker moet worden. De wedstrijden in het stadion iets meer van de sfeer van de laatste twee dagen, dat die ook over de andere dagen te voelen zal zijn. Ja, en dan zullen we moeten kijken hoe we dat in de volk in de steel gaan steken. Is het dan ook aannemelijk dat er echt met voorrondes en zo gaat? Voorrondes denk ik dat vooralsnog denken we nog niet aan. Ik kan je vertellen dat de wedstrijden die wij kennen, die ik zelf ken en meegemaakt heb met voorronde eindfinale, dat ik heel vaak, of eigenlijk in de meeste gevallen, heb moeten vaststellen dat de verenigingen, ook de Nederlandse verenigingen die daaraan meededen, in de voorronde eigenlijk hun kuit al zo'n beetje verschoten hadden. En ze waren echt niet de enige. Nee. Dat de finale eigenlijk maar een slap aftreksel is van datgene wat je eigenlijk al gezien hebt. Ja. Dus ik denk daar niet aan denken, maar wel. Laten we zeggen, we zijn nu al bewust bezig met, laten we zeggen, het viel internationaal een beetje tegen. Er zijn redenen voor. De internationale situatie biedt het gewoon niet toe. Betekent toch niet dat we het daarbij laten zitten. Dus we zijn nu al bezig om, laten we zeggen, zaken te ontwikkelen richting het Verre Oosten, richting de Verenigde Staten, Noord-Amerika en Zuid-Amerika, om te kijken dat we een internationale deelnemersveld ook kunnen presenteren. Dus het een en het ander, gewoon moet een aantrekkelijk programma in zijn geheel gaan opleveren, waar toch ook een paar extraatjes bij komen die we nu ook al hadden willen doen, die ook op het laatste moment uitvielen of niet konden. Nee. En als je dan, laten we zeggen, van de Blue Devils tot en met Top Secret, daarin moet je net zo'n beetje zoeken. Ja. En dat gaan we in elk geval. Dat is eigenlijk de gist eigenlijk zo'n beetje van datgene wat we willen gaan veranderen in het stadion. Ja. Oké, okay, ja, want ik kan me ook zo voorstellen, wat je zegt ook, hè, van de korpsen verschieten hun kruid als je met voorrondes gaat werken. Je zou ook kunnen overwegen natuurlijk om de komende 3 jaar voorrondes te gaan houden, zodat je over 4 jaar een deelnemersveld hebt wat al geselecteerd is, om het maar zo te zeggen. Dat je verenigingen in die zin. Dat is een andere insteek natuurlijk. We hebben natuurlijk ook met de KNMO aan de tafel gezeten. Ja. Dan hebben we het over de Nederlanders. Buitenlanders is dit natuurlijk altijd wat moeilijker. Ja, dat is wat lastig dan. Maar dan zou je dus wat meer wedstrijden in de wereld moeten, verdeeld over de wereld moeten hebben, waar je het WMC-merk aan hangt. Mm-hmm. En ook daar zijn we naar aan het kijken. Dat is inderdaad een suggestie die ook gedaan is en waar we ook naar kijken. Dan even een andere vraag van een andere orde. Want er zijn vanuit verenigingen natuurlijk ontzettend veel dingen te horen over wat er allemaal wel niet goed ging en wat er wel goed ging, zeg maar. Hoe gaan jullie het evalueren, zeg maar? Komt er een moment voor verenigingen dat ze een evaluatie kunnen brengen bij jullie? Of hoe gaat dat? Ja, laten we zeggen, we hebben de vorige keer eigenlijk een vrij succesvolle evaluatie gehad naar 2013.
Ongeveer in die vorm zullen we die ook gaan steken. Dat betekent dat, laten we zeggen, de vereniging algemeen, in elk geval het volgende, het komende Nationaal Showcongres natuurlijk, zo'n beetje hebben. Maar dat we met bijvoorbeeld de show apart hebben, de vorige keer hebben we de mars eruit gelicht. We hadden al aangekondigd dat we dat nu met de show, Marsparade, daaraan gekoppeld wellicht willen gaan doen. En dat willen we ook gaan doen. Dus dat daar wat meer de focus op gaat komen. En van de Mars wil je eigenlijk alleen horen, hoe hebben jullie het nu gevonden? Dit is zoals jullie het zelf eigenlijk zo'n beetje neergelegd hebben. We hebben al wat ervaringen gehad. Ja. Er zijn wat orkesten die wat hebben laten horen. Want ik ben dan ook wel benieuwd, zeg maar, tijdens het WMC. Wordt er dan ook, terwijl het WMC gaande is, geëvalueerd, zeg maar? Want een van de dingen die mij bijvoorbeeld opviel, ja, ik was dan toevallig ook een keer spelend lid, dat de jury, als die van boven naar beneden moet komen, dat nogal wat tijd gaat kosten. En dat het programma ontzettend uitliep. Laten we zeggen, ontzettend uitliep. Het is inderdaad een punt dat we ook daarna aan het kijken zijn of dat... Laten we zeggen, er zijn twee dingen. Je wil de mix voor het publiek houden, want dat is in ieder geval duidelijk dat de mix dat van mensen onderdelen, dat die als een goed punt ervaren wordt. Dat houdt in dat als je een gedeelte van de jury in hetzelfde gedeelte van de jury in de box hebt, dat je dus dat fenomeen houdt. Ja. We gaan kijken wat eraan kan doen om dat, laten we zeggen, zo gladjes mogelijk te laten verlopen. Maar dat is de reden waarom dat gebeurt. En we hebben dus gezegd, laten we zeggen, het aantrekkelijke programma. Voordat het nog sneller achter elkaar loopt. Je kunt zeggen van ja, het is ook aantrekkelijk als het gewoon achter elkaar kan gebeuren. Maar laten we zeggen, de mix je geeft. Of in ieder geval. Met name ook in de marswedstrijd bijvoorbeeld ook de kans om. Dat op een gegeven moment, als je daar te veel van achter elkaar zou krijgen, dat is zoals we dat vroeger wel hadden in Kaarheide. Ja, dan wordt het wordt publiek niet een beetje moe van de zoveelste drumband. Nu is het gemixt en dan... En je zag toen ook bijvoorbeeld in de 90er jaren, toen dat nog was, dat laten we zeggen, het publiek pas om 2 uur kwam. En dat ze wachten gewoon tot de marswedstrijden geweest waren, zo'n beetje in de lage divisies. Ik denk dat dat ook wel goed is om een afwisseling te houden. Maar als ik dan persoonlijk even een puntje daar van feedback mag geven, zou ik zeggen van ja, als je dan ziet dat tijd kost, dat is op zich geen probleem. Maar laat dan in ieder geval het schema, past het schema daarop aan. Want nu moesten korpsen al een half uur van tevoren klaarstaan. En op een gegeven moment raakt die energie kwijt natuurlijk. Want je hebt energie dat om is, op te dat gaan. Dat is iets waar we in elk geval naar kunnen en zullen gaan kijken. Om dat schema wat beter te laten verlopen. Dat kan altijd. Dat klinkt heel goed. Ja, ik moet gaan afronden, Harry, want we lopen tegen het einde van de uitzending. Wat ik er nog bij wil zeggen is dat we er steeds tegenaan lopen. Het stadion ziet er voor de toeschouwer altijd hetzelfde uit. Maar de omstandigheden in het stadion zijn echt heel anders waren ze deze keer dan ze in 2013 waren. Dat heeft daar dik mee te maken. Ja, precies. Nou, we hopen dat over 4 jaar inderdaad weer een mooie WMC-editie gaat plaatsvinden. Daar gaan we vanuit. Daar gaan we zeker vanuit. En we hopen ook dat we tegen die tijd weer contact mogen hebben. Harry, bedankt. En niet alleen voor het interview, maar ook voor het hele WMC. Want veel mensen hebben er natuurlijk weer van genoten. En wie weet, tot ziens. Oké, goed. Tot ziens. Ja, en ondertussen luisteren wij op de achtergrond naar de laatste klanken. We hebben nog 40 seconden op de klok staan. En deze klanken zijn het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. Met natuurlijk de rap uit We're in the House. Daarmee sluiten we ook dit uur af. Volgende week zijn we er natuurlijk weer tussen 6 en 7. Dan zijn we er weer. Matthias is dan ook weer terug van vakantie. Dus dan zijn we weer gezellig met z'n tweeën. Ja, en dan zullen er ook weer een aantal dingen op stapel staan qua interviews en nieuwsberichten in de uitzending. Voor meer informatie luister volgende keer. En natuurlijk wil ik nog even onder de aandacht brengen de actie op Facebook vanuit de cd die wij weggeven. Kijk daar vooral naar. En als je een cd wil hebben, reageer op het bericht. Tot volgende week. Hoi hoi.